Papa Alpha, de Eco Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag, 18 november 2015. Dus het bulletin van woensdag. Er bestaat een programma waarmee je enkel en alleen met een headset en een computer op DMR QSO's kunt maken. Ik hoorde gisteravond na de uitzending over deze mogelijkheid. De software kan gewoon worden gedownload, maar er is wel een code nodig om het te kunnen gebruiken. Ik weet niet zeker hoe je aan die code komt. Dit is een mogelijkheid die er tot nu toe niet was. Voor D-Star moet je een dongle hiervoor hebben, maar bij DMR gaat het dus zo. De software kan overigens voorlopig alleen op het Belgische netwerk gebruikt worden. Dank overigens aan degene die mij over dit nieuws berichten. Wat de WRC 15 betreft is er niet zo heel veel nieuws te melden ten opzichte van gisteren. Het nieuwe voorstel voor 50 MHz is behandeld en gaat nu naar de commissie 6. Het is echter nog lang niet zeker dat het onderwerp ook geagendeerd wordt. Het risico is inderdaad reëel dat het spectrum voor gebruik bij ruimtevaart gereserveerd wordt in de 2 meter of in de 70 centimeter band. Niet duidelijk is wat de consequenties in zo'n geval zijn. De amateurdelegatie in Genève houdt dit, zoals ik gisteren al zei, nauwlettend in het oog. Ik dacht eigenlijk dat het vandaag was, maar morgen, donderdag, wordt het onderwerp over de mogelijke nieuwe wereldwijde 60 meter allocatie besproken. Er is deze week, met name vandaag woensdag en morgen donderdag, een verhoogde kans op geomagnetische stormen. Dit komt door een coronal mass ejection, een grote uitbarsting op de zon. Het kan leiden tot aurora en tot noorderlicht, tot aan mid-latitude locaties, zoals de repeater altijd meldt. Meer informatie hierover is te vinden op spaceweather.com. Deze week is ook weer de periode dat de aarde de Leoniden tegenkomt. Dat is een zwerm meteoren. Dit geeft altijd goede kansen op meteorschatterverbindingen. Op de website ham-dmr.nl trouwens aandacht voor de P-top of de Pi-top. Een erg leuk initiatief. Neem een Raspberry Pi, een hubje, een toetsenbordje en een beeldscherm. Print er met de 3D-printer een behuizing voor, accu erin. En je hebt de complete laptop voor nog geen 100 euro. Wordt geleverd als IKEA-style bouwpakket. Je hoeft er niet voor te solderen. Met veel foto's erbij op ham-dmr.nl. In de ICQ-podcast was nog een leuk onderwerp over piraten te horen. Het kost de inwoners van Londen per jaar overigens een miljoen Engelse ponden om het huidige beleid tegen piratenstations te voeren. Een medewerker van een legaal station vertelde in de studio over een keer dat bij zijn werkgever na de uitzending gebeld werd met een klacht door een luisteraar naar een van de piratenstations. De mevrouw die belde was woest en vertelde dat haar favoriete programma op een van de piraten werd gestoord doordat de legale zender slechts 100 kHz boven het piratenstation uitzond. Op hoge toon eiste ze dat de legale zender die avond nog een andere frequentie zou zoeken. Er zijn inderdaad mensen die er niet zo heel veel van begrijpen. Okay, which gets us on nicely to our next bit, the script. The recent telephone conversation you caught with Vulcan on the buzzer. Yeah, there was it for the buzzer transmission site. Actually, that was a very funny case because me and another prime guy, we have recorded that simultaneously from different SDRs. I was recorded that from Nahabina, and the other guy was recorded that from St. Petersburg. And the signal was completely different. In St. Petersburg location, the panel marker was in the full power, and the telephone conversation was very, very weak on the background. On my location in Nahabina, the situation was just opposite. The conversation was very powerful, and the channel marker signal was very, very weak. But the conversation itself explains again that buzzer might have two transmission sites, like because it has to cover the whole Western military district. So one of those transmission sites may be located near St. Petersburg, and another one is somewhere near Moscow or somewhere there. So the woman in that conversation was calling Vulcan Communication Center, which is known to be somewhere in St. Petersburg or near that, and asking that other operator to help her to identify the problem, why they don't win the signal at all. And they were talking about what is the channel which is used to send the signal and so on and so on. And that conversation was by mistake sent to the radio transmitter. Алло, Вулкан? Алло, ты меня слышал? Да я не знаю.
стоп. Господи, ну куда? Кто там сегодня? Ну, там какой-то, я не знаю. Понятно. Алло, и что делать? Обязательно их вызывать? Не знаю. Так, Маша, а какой ты канал по Вухановске? 2011, as I remember correctly. Yeah, I think we've overall caught four or five different leaked phone conversations, quite often with Vulcan. I think Vulcan's a very recurring theme when these accidental broadcasts happen. But anyway, that is for me also that they have like multiple transmission sites because of the large territory, and that cannot be covered even with the powerful transmitters during the daytime, but they have to ensure that the coverage is enough to reach all military units in the area. Just to put a final word on the whole Vulcan thing as well, I mentioned this in a previous podcast one or two ago, I believe, about catching a network check with the central station Iskra 32, and we'd found Iskra to be a call sign relating to the buzzer itself, as we found in their journal from Bavarabo. Vulcan 32 is often called for in the net checks by Iskra 32, so that's again contact between the buzzer and the Vulcan unit, simply in a different way. Informatie bij de uitzending is te vinden op www.pa0ete.nl. Mail verder gerust je tips, commentaar en desnoods prietpraat naar xapenstaartje xdv.me.